Denk je dat hij ook daadwerkelijk niet bang was? Dat hij daadwerkelijk de nar was die niet werd... Hij volgens mij, dat zei hij heel hard tegen zichzelf. En hij wilde daar zelf heel graag in geloven. Maar het kan bijna niet anders. Zo'n 100 meter na het viaduct, ter hoogte van het stadsdeelkantoor van Amsterdam-Oost, kwam er ineens iemand naast Theo fietsen. Een bebaarde man, jaar of 25, gekleed in een beige regenjas en met een gebedsmuts op zijn hoofd. Uit het niets gaf de man Theo een duw tegen zijn schouder. Vrijwel tegelijkertijd klonk er een knal. Daarna nog 3 knallen. Theo viel voorover van zijn fiets af. Hij wist zich op te richten en rende schuin de straat over in de richting van de avondwinkel. "Doe het niet! Doe het niet!" riep hij. Maar de man vuurde opnieuw schoten af. Paniek. Gegil. Aan de overkant van de straat aangekomen zakte Theo in elkaar. Hij keek zijn belager in de ogen. "Genade! Genade!" riep hij. "We kunnen er toch over praten?" Maar dat was juist het probleem. Met deze man viel niet te praten. Rustig liep Mohamed Bouyeri op Theo af. Toen hij een halve meter voor hem stond, schoot hij een 7 of 8 keer. Vervolgens gaf hij 2 trappen tegen Theo's lichaam en haalde hij kalm een kromzwaard uit zijn tas. Hij bracht het wapen naar Theo's keel en begon geroutineerd te zagen. Nadat hij zowel Theo's luchtpijp als zijn slokdarm had doorgezaagd, plantte hij het kromzwaard in Theo's borst. Daarna haalde Bouyeri een brief uit zijn schoudertas tevoorschijn, die hij met een fileermes in de dikke buik van Theo stak. Dit was hoe je een rituele slachting uitvoerde. Bouyeri keerde zich om en liep rustig in de richting van het Oosterpark, Theo's levenloze lichaam op het fietspad achterlatend. Dankjewel, Jaap Cohen. Dat was een passage uit de Bolle Gogh, de biografie van Theo van Gogh, over Theo van Gogh. Geschreven en net ook voorgedragen door Jaap Cohen. En hij bracht ons terug naar de gruwelijke gebeurtenis 20 jaar geleden. De moord op Theo van Gogh. Een gruwelijke moord, zoals u net heeft gehoord, die de maatschappij en de maatschappelijke verhoudingen in Nederland blijvend heeft veranderd. Welkom hier in de Bali. Mijn naam is Rogaja Sek. Ik ben hier programmamaker. En vandaag ga ik dit gesprek leiden samen met Tim Wagenmakers. Hier verslaggever, politiek verslaggever in Amsterdam. Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan het vanavond dus hebben over de nalatenschap van de moord op Theo van Gogh en hoe die de afgelopen 20 jaar Nederland misschien wel heeft veranderd. Gebeurtenis met enorme impact. En we gaan vanavond in gesprek met mensen vanuit allerlei politieke opvattingen, meningen, ideeën. Eigenlijk precies zoals het ook wel hoort, denk ik, bij een avond waar Theo van Gogh centraal staat. We gaan vanavond met elkaar praten, we gaan dingen horen, hoop ik, waar we het niet over met elkaar eens zijn. En dat gaan we gewoon doen in een gesprekszaal, live. Lekker met elkaar in plaats van anoniem online of wat dan ook. Daar hoop ik op. En het mooie is aan avonden hier in de Bali is dat we daarna kunnen napraten in de bar. Er zullen ongetwijfeld wat drankjes gedaan worden en het gesprek verder gevoerd worden. En aan het eind van de avond is er ook ruimte voor een aantal vragen uit de zaal. Dus hou die vooral ook even vast, want die zullen ongetwijfeld opkomen. En dan komen we ook naar u toe. Misschien even kort het routeboekje van de avond. Het is eigenlijk een vrij chronologische avond. We beginnen zo meteen heel dicht bij de moord op Theo van Gogh en wat die heeft betekend. Dat doen we met Juri Albrecht, directeur van de Bali, maar vooral ook goede vriend en collega van Van Gogh. En dat doen we met Jaap Cohen, die u net al hoorde, de biograaf van Van Gogh. Daarna gaan we luisteren naar twee mensen die wier politieke carrière eigenlijk, of hun mening veranderd is door de moord. We gaan eerst luisteren naar een column van senator voor Ja 21, Annabel Nanninga. Die ons meeneemt in hoe zij kijkt naar wat die moord heeft betekend voor haar persoonlijk, maar ook voor het debat over de vrijheid van meningsuiting in Nederland. En daarna praten we met de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, die na de moord op Van Gogh eigenlijk plotsklaps woordvoerder werd van de Amsterdamse moskeeën en zich midden in het publieke debat begaf op dat moment.
En vervolgens, eigenlijk in het laatste gedeelte, gaan we praten met twee mensen die de moord op Theo van Gogh waren toen jong, maar die wel zijn opgegroeid in het land na de moord op Theo van Gogh. Hoe zit het eigenlijk met de discussies die we voeren als het gaat om de positie van de islam, als het gaat om de vrijheid van meningsuiting? En daar gaan we over praten met Dilara Bilgic en Sonny Spek. Want ja, waar Van Gogh voor stond, hij stond symbool voor de discussie over de vrijheid van meningsuiting. En die discussie, ja, die voeren we eigenlijk nog steeds met elkaar 20 jaar later. Ja, en de rode draad dus vanavond is hoe de moord Nederland eigenlijk heeft beïnvloed de afgelopen 20 jaar. De avond is ook voor mensen die niet meer zo goed weten wat er allemaal gebeurd is. Ik was bijvoorbeeld zelf 12, Tim toevallig ook, in 2004. Ik kan mezelf nog herinneren dat Ayaan Hirsi Ali Submission toonde bij Zomergasten. Maar wie Theo van Gogh was, dat kwam ik eigenlijk pas te weten op het moment dat hij was vermoord. Het was wel meteen heel duidelijk voelbaar dat er iets heel groots was gebeurd. Iets met grote invloed op Nederland. En dit programma is onderdeel van het Vrijdenkersfestival dat we organiseren samen met de gemeente Amsterdam. En dat organiseren we eigenlijk ook om 750 jaar Amsterdam te vieren. De verjaardag van Amsterdam. En daarom wil ik ook als eerste naar voren vragen de loco-burgemeester van Amsterdam, Marjolein Moorman. Een hartelijk applaus. Goedenavond allemaal. Morgen is het 20 jaar geleden dat Amsterdam samenkwam op de Dam. Om lawaai te maken. De een woedend, de ander verdrietig of angstig. Maar bij velen heerste nog het ongeloof. Tot burgemeester Cohen de onontkoombare werkelijkheid verwoordde. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. 2 november 2004 was een van de verschrikkelijkste dagen uit de naoorlogse geschiedenis van onze stad. Onze vrije, vreedzame samenleving bleek niet vanzelfsprekend. En ik besloot die avond tussen de duizenden mensen op de Dam dat ik me meer voor de samenleving wilde inzetten. Ik verliet het bedrijf waar ik sinds kort werkte en keerde terug naar de universiteit. En ik werd actiever voor de PvdA. En terwijl ik dit zeg, hoor ik Van Gogh al roepen dat vooral dat laatste wat hem betreft niet zo had gehoeven. Ik heb Theo nooit persoonlijk ontmoet. Maar sinds ik deze zomer zijn magistrale biografie van Jaap Cohen las, hoor ik hem wel vaker in gedachten in mijn oor toeteren. Theo van Gogh had een enorme werklust. Hij deed zo ongelooflijk veel. Samen met Ayaan Hirsi Ali stelde hij misstanden binnen de islam aan de kaak. Zoals onderdrukking en verminking van vrouwen. Hij hield van het vrije debat dat onmisbaar is voor onze open samenleving. Hij wilde bekrompenheid en hypocrisie ontmaskeren. Maar ik vrees dat de manier waarop hij de islam aanviel soms ook bijdroeg aan een onvrij klimaat waarin moslims worden gediscrimineerd. Dat moslima's, net als alle vrouwen, vaak zelf kiezen hoe zij zich kleden, dat vond hij maar moeilijk te geloven. En daarin was hij bijna net zo dogmatisch als de fundamentalisten die hij zei te bestrijden. En ik hoor Theo ook nu weer luid protesteren. Ik beledig juist iedereen, zou hij hebben tegengeworpen. En inderdaad, hoeveel Joden heeft hij niet tot in het diepst van hun ziel gekwetst met nare holocaustgrappen? Hij schopte hard tegen symbolen en tradities van welke religie dan ook. En hij strooide met seksistische en homofobe scheldwoorden. Dat vroeg en dat vraagt nog steeds om een weerwoord. Maar niet om censuur en nooit, nooit om geweld. Theo werd vermoord vanwege zijn idee van vrijheid. Al klinkt vermoord mij achteraf bijna te gewoon. Het was een overtreffende trap van moord. Een rituele slachting, noemt biograaf Jaap het. Een terreurdaad van een fundamentalist die zichzelf had benoemd tot het werktuig van zijn God. Met als doel om niet alleen Theo van Gogh het zwijgen op te leggen, maar om heel Nederland de mond te snoeren. 4 jaar geleden werd de Franse leraar Samuel Paty vermoord omdat hij cartoons van de profeet Mohammed in zijn les had getoond.
En na een fel debat in de gemeenteraad werd het college opgeroepen door Diederik Boomsma om stadsgesprekken te organiseren over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. En al snel ontstond een samenwerking met de Bali. En sindsdien vindt ieder jaar, mede in het kader van het aankomend 750-jarig bestaan van de stad, het Vrijdenkersfestival plaats. Een festival dat niet alleen Amsterdamse vrijdenkers, maar ook veel internationale vrijdenkers, kunstenaars, journalisten en activisten een podium heeft gegeven. Dat de stad van Spinoza haar 750ste verjaardag zou vieren zonder vrijdenkers te eren, dat is ondenkbaar. En opnieuw hoor ik Theo al roepen: Amsterdam, de stad van de vrijdenkers? Allang niet meer, door multiculti theedrinkers zoals jij. Hij zou natuurlijk nog veel scherpere woorden aanwijden, maar ik wil het gras voor de voeten van Annabel Nanninga, die straks een column gaat voorlezen, ook niet wegmaaien. In 1988 sprak Van Gogh op een bijeenkomst over Amsterdams cultureel onbehagen. En hij zei: vrijheid van meningsuiting is een groot goed dat bij de kerkboden van de vrome pastorie van links vooral in daverend kudverband wordt gegoten. Een heerlijke, typische Theo van Gogh zin. En zelf zie ik zulke uitspraken als een aansporing om vrijheid te blijven omarmen. In mijn mening hebben progressieve mensen dit thema een beetje te veel links laten liggen. Te veel aan rechts overgelaten. Waardoor een negatief, individualistisch begrip van vrijheid dominant is geworden. Vrijheid van, in plaats van vrijheid voor. Vrijheid moet namelijk meer betekenen dan de afwezigheid van overheidsbemoeienis. Vrijheid moet meer betekenen dan alleen het recht om alles te zeggen wat we willen. En vrijheid moet vooral meer betekenen dan alleen vrijheid voor onszelf alleen. Vrijheid van meningsuiting is essentieel in een democratische rechtsstaat. De heersende mening moet altijd uitgedaagd en betwist kunnen worden. De grens ligt waar je de ander bedreigt. Demonstratievrijheid is een grondrecht. Noodzakelijk om juist minder dominante stemmen de ruimte te geven. Bijkans heilig, zoals Eberhard van der Laan het recht ooit noemde. En alleen te beperken als de openbare orde echt in gevaar komt. De laatste tijd horen we ineens veel oproepen om het demonstratierecht in te perken. En het valt op dat daar ook partijen aan meedoen die vroeger vrijdenkersruimte in de Tweede Kamer inrichten. En ook door aanhangers van Voltaire's vermeende adagium: ik verafschuw uw mening, maar ik zal uw recht om die te uiten met mijn leven verdedigen. Als ik dit hoor, denk ik: wordt de vrijheid hiermee echt gediend? Vrijheid is namelijk pas echt vrijheid als die voor iedereen geldt. En als de vrijheid van de een niet ten koste gaat van de vrijheid van de ander. Discriminatie kan nooit het antwoord zijn op discriminatie. Haat niet het antwoord op haat. Alle vormen van discriminatie en uitsluiting, of het nou gaat om antisemitisme, homohaat, moslimdiscriminatie of seksisme, bedreigen al onze vrijheden. En uiteindelijk moeten we de vraag stellen wat we bereid zijn om te geven voor de vrijheid van de ander. Omdat we vrijer zijn als we de vrijheid ook een ander gunnen. Want de vrijheid van de ander is tegelijk een waarborg van je eigen vrijheid. Morgen is het 20 jaar geleden dat de Amsterdammer en vrijdenker Theo van Gogh werd vermoord om zijn mening. Een van de meest trieste dagen in de Amsterdamse geschiedenis. En onze stad staat aan het begin van een viering waarin we terugkijken op 750 jaar Amsterdam. We willen hardop dromen over de toekomst van onze stad. En in die toekomst nemen we de nalatenschap van Theo van Gogh mee. Het ideaal dat er in Amsterdam altijd ruimte moet zijn voor mensen die provoceren, chockeren en de macht uitdagen. Ook als dat mensen kwetst. Juist in Amsterdam, stad van vrijheid, moeten we ons sterk blijven maken voor publieke ruimte om in vrijheid sterk van mening te kunnen en te mogen verschillen. Tegen de stroom in. Vanuit het vertrouwen dat debat en ideeënstrijd ons uiteindelijk altijd beter zullen maken. En het besef dat onze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn.
Dat we die altijd moeten koesteren en beschermen en ervoor strijden wanneer nodig. Voor iedereen. Er zijn slechtere voornemens om de viering van de 750ste verjaardag van Amsterdam mee te beginnen. Toch, Theo? Dank u wel. En dan wil ik Jaap Cohen weer naar voren vragen. De biograaf dus van Theo van Gogh. En ook Juri Albrecht, de directeur hier van de Bali. Maar ook een goede vriend en collega van Theo van Gogh. Voor de mensen die wellicht 12 of jonger waren in 2004. Wat ging er vooraf aan die moord op Theo van Gogh? Nou, daar is een heel mooi boek over geschreven. Echt honderden pagina's. Zeer gedetailleerd. Ja. Maar ja, wat ging er aan vooraf? Ja, van alles natuurlijk. Maar ik denk toch aan de moord, zeg maar, denk ik het filmpje voor Zomergasten. Ook dat bestond toen al, het televisieprogramma Zomergasten. Wat Theo opnam voor Ayani Essiali. Ayani Essiali was zomergast bij de VPRO. Dat vond Theo fantastisch, zoals hij dat ze haar daarvoor vragen. En hij zag het nieuwe morgenrood gloren, de tijden veranderden. Zo iemand werd gevraagd bij de progressieve VPRO mocht Ayani Essiali komen. Werkelijk, en zij wilde een filmpje daarvoor maken, speciaal. Had van de VPRO 28.000 gulden, denk ik, toen, euro, nee. Gekregen. En daar moest dan een filmpje naar. Theo, die vond het eigenlijk een klote filmpje, want die vond het veel te veel een pamflet. En de enige keer in zijn leven, denk ik, dat hij ooit echt helemaal ten dienste stelde van iemand anders, was dit filmpje. Want Ayaan Hirsi Ali, gewezen Kamerlid van de VVD, maakte dat filmpje en hij maakte het voor haar. En het filmpje dat ging, dat heette Submission, en dat ging over onderwerping aan de islam, een vrouwenlichaam met teksten van de Koran erop geprojecteerd. En dat vonden gelovige moslims godslastelijk. Dus wat eraan vooraf ging, denk ik, was dit. Ja. Denk ik. Want het mes wat jij net beschreef, wat in zijn buik geprikt werd met die brief van Ayani Essiali, was natuurlijk een dreigbrief en een geweldsfantasie, een geweldsorgie, een geweldsnatte droom over die film en over Ayaan eigenlijk. Dus dat ging eraan vooraf. Dat was de directe aanleiding. Ja, ja, daar ging natuurlijk heel veel over. Nee, je zegt niet directe aanleiding, maar is nog een andere aanleiding. Nou ja, als je dat laatste jaar bekijkt wat ik voor het boek heb gedaan, ik heb al die bedreigingen ook achter elkaar gezet die er waren en gebeurtenissen, dan zie je het wel al helemaal, zie het opbouwen. Er is bijvoorbeeld een belangrijke bijeenkomst in mei geweest hier in de Stad Schouwburg. En daar zou Van Gogh een debat modereren met Abu Jaja. Ja. En dat was de Belgische moslimleider. En moslimleider? Nou ja, dat is de Sharia for Belgium, toch? Daar was hij de. Ja, de AEL. Ja. En die kreeg op een gegeven moment door, toen hij daar kwam, dat Van Gogh het debat zou leiden. En die had al zoveel dingen gezegd, waardoor Abu Jaja zei van nee, maar dat, als hij degene is die het debat gaat modereren, dan doe ik niet mee. Zoveel dingen over moslims. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk de laatste jaren van zijn leven moslims stelselmatig geitenneukers genoemd. En Abu Jaja die zei toen, ik doe niet meer mee. En toen zei hij, oké, als dit zo is, dan wil ik me best terugtrekken als moderator, zodat hij wel kan meedoen. Maar dan wil ik wel aan het publiek uitleggen waarom ik niet meedoe. En toen heeft hij dat dus gedaan op zijn geheel eigen wijze. En tussendoor nog Abu Jaja de pooier van de profeet genoemd. Ja. En die zat daar in de zaal. Dus die is toen de zaal uitgelopen. En toen ging hij nog treiterend erbij zeggen, Allah weet het beter, Allah weet het beter. Dus dat, en toen was er dus, en ja, Juri was daar, je was de organisator zelfs van het gebeuren. Zeker. Toen was er meteen een ongelooflijke spanning en tumult. Opstootjes. Je vertelde mij dat je nog bij je keel gegrepen werd. Dus het was nou ja, allerlei dat soort gebeurtenissen. Dit was een hele grote, maar dat soort gebeurtenissen waren in dat jaar kwamen voortdurend voor. En er kwamen ontzettend veel bedreigingen binnen. Ja, ja, ja. Maar in die context, die avond, daar is ontzettend veel gebeurd. Maar wat ook natuurlijk in hindsight opvallend is, is dat hij daarna op zijn fiets naar huis ging. Dacht, dit is nu gebeurd, maar ik wil hier niet te veel consequenties voor mezelf aan verbinden. Want die opbouw van bedreigingen zat er natuurlijk in. Ja. Hij was natuurlijk dubbel in. Ik heb die avond georganiseerd. En onder andere bedacht dat
Boris Dittrich en Abu Dzadzha in debat zouden gaan onder leiding van Theo over het leerstuk van de homoseksualiteit. Mm. En hoe dat beleefd kan worden en of dat wel of niet geoorloofd was. En daar zou Theo dan voor zitten. Was ook met Abu Dzadzha afgesproken. Die was namelijk ook eerder in een uitzending geweest, een televisieprogramma wat ik gemaakt heb, wat geregisseerd werd door Theo van Gogh. En dat was ja. geen probleem. Dus dat, nou, het liep uit de hand, precies zoals Jaap net vertelde. Ik liep achter Theo aan, de stad Schouwburg uit. Ik zei tegen Theo, joh, neem een taxi. Ik organiseer het daar. Dus neem een taxi, ga naar huis. En hij zei, nee hoor. Hij sloeg zijn kraag op. En hij was buiten hier op het plein. En ik zag dat hij echt bang was. En ik zei, nee, ik ga met de fiets naar huis. Ja. Maar hij was natuurlijk in de maanden daarvoor vaak bedreigd. Heel vaak. En hij wist ook wel dat hij echt gevaar liep. Maar aan de andere kant overschreeuwde hij dat natuurlijk door te zeggen, ik ben de hofnar, niemand vermoordt mij, het zijn maar woorden. Zo gaat het publieke debat, wordt zo hard niet, de soep wordt niet zo heet gegeten als je wordt opgediend, enzovoort. Daar had hij natuurlijk niet gelijk in. Hij werd ook gebeld door de AIVD dat hij gevaar liep. En ik kan me nog herinneren dat hij mij opbelde, kraaiend van plezier. Ik leg net de AIVD neer, moet je nou eens luisteren. Ze zeggen dat ik niet naar de boekpresentatie van mijn eigen boek moet, want ik vermoord zou kunnen worden. Nou, hij ging natuurlijk gewoon wel. Ja, maar het was natuurlijk ook een beetje kop in het zand steken en tegelijkertijd geen angst tonen. Hè? Het was een soort van strategie van hem. Ja. En maar door de stad blijven fietsen en tegen iedereen zeggen die bedreigt van, bel me dan op. Mijn nummer staat gewoon in het telefoonboek en mijn adres. Denk je dat hij ook daadwerkelijk niet bang was? Dat hij daadwerkelijk de nar was die niet werd zou dat wilde worden? Hij volgens mij, dat zei hij heel hard tegen zichzelf. En hij wilde daar zelf heel graag in geloven, maar het kan bijna niet anders. Ik heb ook van zijn onderburen een brief gekregen waarin hij zelf aan zijn buren aanraadde om gewapend glas op zijn kosten aan te schaffen voor de ramen van de kinderen. Hij was zeker en dat doe je niet zomaar. Dan weet je echt wel dat je gevaar loopt. Een van de redenen om submission te doen was het feit dat hij zo onder de indruk was dat Ayaan Hirsi Ali, een vrouw uit Somalië, migranten, en met veel minder kapitaal, veel minder sociaal kapitaal, veel dapperder was dan hij. En hij vond het eigenlijk, ja, hij was echt diep onder de indruk van haar dat zij dingen durfde die hij niet durfde. Dat is voor hem de reden om ook toe te stemmen in dat maken van de submission, wat hij eigenlijk niet durfde. Ja. En omdat hij iets tegenkwam wat hij niet durfde, deed hij het toch, want zo was hij. En ik wilde een reportage schrijven voor VN daarover. Ik dacht, mooi, in de zomer een grote scoop. Ja. Toen zei hij tegen me, geen denken aan. Jij hebt drie kleine kinderen, ik vertel je niet eens waar de opname is. Geen denken aan. Dat vond ik eigenlijk best lullig, want ze is een goede vriend van me. En het was een goede scoop en was een goed verhaal geweest. En ik vond het een beetje overdreven ook. Ja. En hij zei, nee, dit is levensgevaarlijk, je komt niet eens in de buurt. En het is ook niet voor niets natuurlijk dat er niemand op de aftiteling stond, behalve Ayaan en Theo. Ja. En dat was met name Ayaan die zei van, nee, dat moeten we niet doen, want mensen lopen gevaar. Ja, zij had heel erg door hoe gevaarlijk en controversieel dit was. Theo begreep dat ook wel, hoor. Maar je hebt en die begreep het ook wel. Maar, ja. Dus het is uiteindelijk zo gebeurd. Dan gaan we naar een column toe van onze volgende spreker. Ze is eerste Kamerlid voor Jaar 21. Schreef ooit snoeiharde columns voor onder andere Geen Stijl en De Post Online. En we hebben haar gevraagd om te reflecteren op hoe de moord haar heeft beïnvloed. En ook iets te zeggen over de staat van de vrijheid van meningsuiting. Nu geeft er een warm applaus. Annabel Nanninga. Dag. Ik ben Annabel Nanninga. Ik kom uit Amsterdam-Oost. Ik heb een politieke partij opgericht die Ja 21 heet. En ik ben senator voor die partij. En dat is allemaal de schuld van Theo van Gogh. Ik zie dat ik die even moet uitleggen, dat ga ik doen. Vandaag ben ik gevraagd om minder als volksvertegenwoordiger en meer als het bruggenbouwende mensenmens dat ik nu eenmaal ben, te praten over de moord op Theo van Gogh en de gevolgen daarvan. En morgen is die moord 20 jaar geleden op 2 november aller zielen. En dat is toch wel de beste dag om vermoord te worden, herdenkingstechnisch. En ik voel me vrij om ook andere verwante zielen te gedenken morgen. Zoals Hafid Bouazza, die ik precies 10 jaar geleden bij de 10-jarige herdenking van de moord hier ontmoette. En die een dierbare vriend werd tot aan zijn dood in 2021. Kurt Westergaard, de dappere cartoonist die hier sprak in 2015 in deze zaal, was omgebouwd tot een fort om de vriendelijke bejaarden te beschermen tegen vertegenwoordigers van de religie van de vrede. En dat was met succes, want hij stierf een natuurlijke dood in 2021.
Wie we gelukkig nog niet hoeven te herdenken is Salman Rushdie, die ik eerder dit jaar een vraag kon stellen, ook weer in deze zaal, via een videoverbinding. Wederom een noodzaak om de moordlust van de gekrenkte fatwa-liefhebbers te omzeilen. En ze hadden hem bijna te pakken, maar voor hem voorlopig nog geen kaarsje op aller zielen. Wel illustreren al deze ontmoetingen die ik in deze zaal mocht hebben met drie prominente critici van islam de staat van ons vrije woord sinds de bolle gog nabij mijn woning werd afgeslacht. Ik was toen nog links trouwens. Ik kende Van Gogh niet persoonlijk. Ik zag hem wel eens in de buurt lopen of fietsen. En in het publieke debat vond ik hem grof en weinig bijdragend. U moet weten, ik meende toen nog dat dialoog en een prettig gesprek de wonden van 9-11, die islamitische terroristen het Vrije Westen hadden toegebracht, zouden kunnen helen. Maar Van Gogh's smeekbede, we kunnen er toch over praten, werd beantwoord met messteken. Ja, toen was het voor mij wel abrupt duidelijk. Ik was die ochtend mijn hond gaan uitlaten in het park. Precies daar waar de moordenaar een uur later zou wegvluchten. En onderweg naar mijn werk zag ik erg veel politie. Heel erg veel. Politie met honden, politie op motorfietsen, technische recherche, helikopters. De uren en dagen na de moord was de multiculturele wensdenkdroom die ik dacht dat mijn buurt was, volstrekt gesegregeerd. Groepjes stonden op straat, min of meer geordend naar etniciteit en afkomst, bij elkaar te praten. En ze vielen stil als er iemand van een ander groepje langsliep. Zo. Op de plek van de moord, waar ik die eerste paar dagen veel was, omdat ik thuis tegen de muren opvloog van onmacht, zorg en woede, was veel discussie. Zendwagens uit allerlei landen stonden vanaf de plaats delict tot aan mijn voordeur, zeker 500 meter verderop. Kent u dat moment in een zombiefilm dat een personage ineens beseft, wow, iedereen die ik kende is niet wie hij zegt dat hij is. Er is hier iets vreselijk mis. Dit klopt niet. Nou, dit was zo'n moment. En in één klap zag ik twee dingen. Ten eerste, de islam is niet verenigbaar met onze manier van leven. En ten tweede, het zijn niet eens zozeer die paar radicale moslims die overgaan tot geweld die een samenleving ontwrichten. En het zijn ook helemaal niet de gewone aardige islamitische buren die ik al 45 jaar heb in de Dapperbuurt. Het zijn de mensen die het fundamentele probleem met islam ten koste van alles onbespreekbaar achten. De mensen die menen dat je wel alles mag zeggen, maar dat het niet hoeft als het anderen kwetst. De mensen die me in 2004 probeerden te vertellen dat zo'n moord natuurlijk helemaal niet kan. Maar ja, die Van Gogh, die had het ook wel een beetje aan zichzelf te danken. De mensen die in 2015 Je suis Charlie riepen, allemaal. Maar die een Koranverbranding willen verbieden. Die mensen die de Theo's en de Koerts en de Salmans van deze wereld vogelvrij maken, zijn niet alleen de radicalen die ze willen omleggen. Het zijn ook, en misschien wel vooral, de zalvende hoeders en de konkelende curators van de dialoog. Die het liefste zien dat we een beetje op onze woorden letten en dat we om de toon denken. Het zijn de mensen die menen dat iemand kwetsen erger is dan de waarheid geweld aandoen. En deze mensen komen tegenwoordig in woke-gedaante tot ons. 20 jaar geleden heette dat politiek correct. En in de jaren 10 noemden we het ironisch deugers met een hoofdletter D. Maar wie voor uit angst of uit naam van de goede smaak of om welke reden dan ook meent dat het soms hier en daar wel een beetje minder wacht met dat vrije woord, die isoleert de mensen die opereren op de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Wij zijn met meer prevelen na de zoveelste aanslag op onze manier van leven gaat niet op als we vrijsprekende exponenten van onze manier van leven isoleren en niet meer de bescherming van het grote getal bieden. Enfin, dat drong die dag 20 jaar geleden duizelingwekkend hard tot mij door. En ik nam me voor om de vrijheid van spreken tot op het bot af te kluiven. En dat heb ik gedaan. Hoe meer Theo's, hoe beter. Want ze kunnen ons niet allemaal omleggen, nietwaar?
En ook heb ik de linkse politiek nooit meer als een oplossing kunnen zien. Ik ben het zelfs actief gaan bestrijden. En nu ben ik dus volksvertegenwoordiger. En dat is de schuld van Theo van Gogh. Dank u wel. Wil ik graag nu Annette Marquise naar voren vragen, de burgemeester van Arnhem. Op het moment dat Theo van Gogh werd vermoord, het werd het ook al gezegd, toen werd je eigenlijk in het publieke debat, kwam je toen terecht. Kan je vertellen hoe ging dat? Ja, 2004, misschien is het, ik ben niet in Amsterdam-Oost geboren, maar dat was wel mijn eerste plek in de stad vanaf mijn tiende. Dus ik ben opgegroeid in Amsterdam-Oost. En ik werkte tot 2003 bij de Amsterdamse politie in Amsterdam-Oost. Dus ik ken het gebied ook op die manier heel goed. En kende ook de maatschappelijke problemen ook heel goed. In 2004 was ik ambtenaar, adviseur op het terrein van jeugd en veiligheid. Dat deed ik na de politie dan een jaar. Ik zat niet meer bij de politie. En ik raakte betrokken bij een groep mensen die aan het nadenken waren over hoe kunnen we nou de moskee als gemeenschap moderniseren. Deuren open, ramen open, connectie met de omgeving. Daar waren we eigenlijk mee bezig. En dat was heel erg intern gericht. Dus helemaal niet op publiek, publicaties, niet reageren op allerlei toestanden. Toen die moord plaatsvond, dat was op een dinsdag. Want dat weet ik nog, omdat ik in de ochtend op kantoor kwam van de gemeente in Zeeburg. En toen vertelde een collega van mij dat er een overleg in het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer gecanceld was omdat Theo van Gogh was vermoord. Ik zeg, joh, wat een flauwe grap. Je dacht echt dat het een grap was? Ja, ik kende Theo van Gogh niet persoonlijk, maar ik zag hem ook als politieman vaak laat op de avond naar huis fietsen. Het bleek echt zo te zijn. En vervolgens ben ik naar het bestuur toegelopen om te kijken. Ik dacht, ja, die zullen wel in rep en roer zijn. Ja. Maar die waren gewoon hun collegevergadering aan het doen. Dat is gebruikelijk. Hè. Dinsdagochtend komt BMW. In dit geval was het stadsdeelbestuur. Iemand zei het zojuist. Hè, dus dat besef van dat er iets groots was gebeurd was eigenlijk nog niet doordrongen. Ze zullen in de Stopera natuurlijk vanaf de eerste seconde overuren hebben gedraaid en op volle toeren. Daar was men wel doordrongen van de crisis. Maar het besef in de stad, ja, dat kwam denk ik geleidelijk aan. Maar goed, u was toen ook betrokken. U zei bezig met, we waren bezig met de deuren opengooien bij de moskee waar u betrokken bij was. Maar op dat moment gebeurt die moord en beseft u ook, er moet een reactie komen. We moeten reageren, want er zal gekeken worden naar de moskeeën, naar de islamitische Nederlander, Amsterdammer, van er is hier iets heel ergs gebeurd door een islamitische terrorist. Wat vinden jullie daarvan? Ik had begrepen van mijn connecties, want het bestuur was aan het vergaderen. Dus ik kreeg contact met mijn voormalige collega's die mij vertelden dat Theo van Gogh was vermoord en dat een briefje op zijn lichaam was achtergelaten. En even later, toen Bouyeri werd aangehouden, kreeg ik door dat het een Marokkaanse jongen was. En die tekst, zoals de collega's mij dat beschreven, dacht ik, dat riekte naar een soort van een religieuze motivering. Het is op een gegeven moment krijg je dat de pers gaat bellen. En die bellen dan allerlei, en dat waren toen een beperkt aantal mensen die ze in hun balboekje hadden. En die mensen waren helemaal niet bezig met grote politieke vraagstukken. Die waren gewoon als vrijwilliger een moskee aan het runnen. En die belden mij om te zeggen, we krijgen zoveel vraag. Wij zouden het fijn vinden als je dus voor de moskeeëngemeenschap in Nederland, terwijl ik heel erg met een klein clubje Amsterdammers bezig was voor Amsterdam, dat woord voert. En ik dacht dezelfde avond of de avond daarvoor, dat weet Jori misschien, maar ik zat volgens mij bij rondom 10. Dat was best wel ingewikkeld. Ik had nog nooit een televisiestudio van binnen gezien. Maar ik zat daar als de woordvoerder van de islamitische gemeenschap.
tegenover de vrienden van Theo. En wat was voor u uw opdracht? En onder andere Jurie Albrecht dus. Ja, dat denk ik wel, maar Jurie weet het zelf beter. Ja. Ja. Maar wat was voor u uw opdracht op dat moment? Wat was voor u waarmee u daar naartoe was gegaan van dit wil ik dan zeggen? Ik had daar eigenlijk meteen door want we hadden 9-11 gehad. En als politieman dacht ik van dit gaat spanningen opleveren. Ik voelde de opdracht vanuit die gemeenschap om eigenlijk heel duidelijk te maken dat dit een afgrijzelijke moord is, ook in de beleving en in de manier waarop de islamitische gemeenschap ernaar keek. Dus dat er geen twijfel bestaat over dat dit, dat de gemeenschap dit gewoon veroordeelt. Alhoewel de daad is gepleegd door één man. Bouyeri, die is daar verantwoordelijk voor. Maar je voelde je toch verantwoordelijk om daar te gaan zitten om de... Niet zozeer voor de daad, maar ik voelde me wel... Nee, dat snap ik. Ja. Maar wel om daar te zitten om het te veroordelen. Ja, maar omdat ik me verantwoordelijk voelde om in de burgemeester Cohen destijds zijn woorden de boel bij elkaar te houden. Ik voelde me verantwoordelijk voor het bijdragen aan de oplossing, om de stabiliteit... om te voorkomen... Kijk, we wisten niet wat er komen ging. Ja. Maar in ieder geval om te voorkomen dat mensen elkaar... dat er fysieke of weet ik veel voor allerlei confrontaties... We wisten ook helemaal niet wie Bouyeri was. En was die alleen? Waren er meer? Waar komt dat vandaan? En ik voelde me dus verantwoordelijk om bij te dragen aan de vrede in de stad. Om de rust te bewaren. Dankjewel, Ahmed Marcouch. Ja, veel dank. Wij gaan door met ons laatste gesprek. Dank nogmaals, meneer Marcouch, voor de tijd en voor uw goede betoog. En we gaan door met twee mensen die eigenlijk opgroeiden in een Nederland waarin de moord op Theo van Gogh een feit is. Aan de ene kant hebben we, of aan de ene kant, dat is helemaal niet... als eerste hebben we Dilara Bilgic. Ze schreef in 2020 de Black Box Democratie, een filosofisch essay over polarisatie. Ze schreef een tweede boek, De Gelabelde, over de invloed van labels op het leven van mensen. En als tweede hebben we Sonny Spek. Hij is wethouder in Katwijk voor de partij Durf. En hij studeerde moderne Midden-Oosten studies. Geef ze allebei een warm applaus. Ja, welkom beiden in het laatste deel van het gesprek. Waarin we het eigenlijk ook gaan hebben over de nalatenschap van de moord op Theo van Gogh. En hoe dat is om op te groeien. En binnen de context waar dat heeft plaatsgevonden. Sonny, jij was 7. Dilara, jij was 2. Ja. Dus jullie zijn echt groot geworden in Nederland waar de moord op van Gogh een feit was. Sonny, toen jij 7 was, hoe kreeg je dat mee? Hoe heb je dat meegekregen, wat er die dag gebeurde? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet bewust heb meegekregen. Eigenlijk dat ik het debat bewust meekreeg over de islam was met de film Fitna van Geert Wilders. Maar inderdaad, in de jaren daarna heeft het mij natuurlijk wel gevormd. Maar dat had dan veel meer te maken met de opkomst van IS. De verschillende aanslagen die zijn gepleegd. Onder andere natuurlijk ook de film The Innocence of Muslims. Volgens mij was het in 2012, waar wereldwijd protesten over uitbraken. En dat doet natuurlijk wel iets heel duidelijk ook met je wereldbeeld en ook welke thema's je belangrijk vindt, ook al op jonge leeftijd. Ja, ben je daarom ook politiek actief geworden? Ja, zeker. Ja. Kijk, ik denk dat je het wel kan vergelijken met wat jonge mensen die bijvoorbeeld zijn opgegroeid in de Koude Oorlog. Hè, dat er eigenlijk sprake is van een fundamentele ideeënstrijd. Dat het ook het publiek debat beheerst. En dat je daar op een gegeven moment ook meer over wil weten. En wil kunnen begrijpen waar dat dan vandaan komt. En hoe meer ik me daar eigenlijk in ging verdiepen, hoe platgeslagener ik het debat ook in Nederland vond. Wat natuurlijk voornamelijk ook door Geert Wilders en de PVV wordt geleid. Ik denk dat hele inhoudelijke kritiek op de islam hard nodig is. En ik denk dat dat nu soms nog ontbreekt in het debat. Die laten we heel even liggen. Maar daar komen we wellicht zo meteen terug. Dilara, jij was 2. Is de moord van Theo van Gogh en de invloed daarvan op het Nederlandse debat ook jouw, op welke manier is dat jouw leven binnengekomen? Niet direct dus. Het is wel zo dat Van Gogh, Fortuyn, 9-11... dat dat wel een nalatenschap heeft achtergelaten in het heden, waar ik of mijn omgeving wel de gevolgen van heeft ondervonden. Dus je zou wel kunnen zeggen dat voor mijn omgeving nu zitten we zeg maar in het tijdperk van Van Gogh en Fortuyn pro-max. Pro-max, wat bedoel je daarmee? Als in dat het echt nog wel nog een tandje sterker is in soms de provocatie richting met name, naar mijn ervaring, moslims.
En heb je daar ook een bepaalde moment waarvan je denkt van dat is, daardoor is het veranderd? Nee, nee, ik denk echt dat het wel een proces is. Ik merk wel dat er een nu schaal is geweest de afgelopen 20 jaar. Eigenlijk de afgelopen je leven eigenlijk dus. Ja, ik weet niet of, het echt, of je echt kunt zeggen dat het echt een toename is. Al moet ik wel zeggen dat ik van moslima's om mij heen, met name gesluierde moslima's, hoor dat sinds de verkiezingswinst van de PVV, dat heel veel mensen zich wel vrijer voelen om nou haat en ellende en echt gewoon shit te spuien op mensen omwille van alleen hun religie en niks anders. Ja, het vorige week ook een onderzoek in de Volkskrant. In ieder geval, nee, het was niet het was een Europees onderzoek waaruit inderdaad dat ook bleek dat er meer haat tegen moslims is in 55% van de moslims die ervaart islamofobie. En dat het inderdaad omhoog was gegaan. En jij hebt een tijdje een hoofddoek gedragen, maar die heb je nu niet meer. Heb je dan ook een verschil wat je gemerkt in benadering? Ja, enorm. Het is echt dat ik toen ik hem nog droeg, en ik heb hem 8 jaar gedragen, waarvan echt 6 jaar met heel veel plezier, en dat wilde ik echt zelf. Alleen als je dat dan zegt, dan kreeg ik de hele tijd uit een bepaalde politieke hoek, ik hoef volgens mij niet te zeggen welke hoek, kreeg ik te horen, ja, jij denkt wel dat je het uit vrijheid draagt, maar dat is eigenlijk niet zo. Want die hoofddoek, die is heel paternalistisch. Maar dat denk jij niet, want jij draagt hem nu, maar je draagt hem niet uit vrijheid. Dat vertelden andere mensen dan aan mij, terwijl dat mijn keuze was. En dan hadden ze dus niet door, eigenlijk precies wat Marjolein Moorman heel mooi zei, hadden ze niet door dat ze zelf heel veel paternalistischer waren. En dat hele soort van wij komen jou bevrijden, dat heel opportunistisch en heel hypocriet is als jij vervolgens mijn stem eigenlijk niet serieus neemt. Ja. En ik merk wel dat daarin echt een soort shift is geweest van hoe je opeens wordt gepercipieerd, want nu ben ik dan qua levensstijl opeens bevrijd. Alleen merk ik nog wel dat er dan heel vaak kortsluiting is als ik dan niet meega in het frame wat sommige mensen dan hebben van oh, dit is wat een bevrijde persoon hoort te doen. Maar misschien nog even, dan wil ik ook naar Sonny over het debat. Maar heeft het maatschappelijke debat waar je in bevindt, invloed gehad op de snelheid waarmee jij misschien besloten hebt uiteindelijk je hoofddoek af te doen? Ja, het heeft veel langer geduurd. Ik zeg wel eens, dankzij Geert Wilders en co. heeft het mij 2 jaar geduurd om die hoofddoek af te doen, terwijl het ook heel veel sneller had gekund. En dat komt dus omdat heel veel van die politici die zeggen op te komen voor de vrijheid van moslima's om te kunnen dragen wat ze willen, die politiseren heel vaak een voor sommige moslima's echt die persoonlijke keuze. En wat je dan krijgt is dat als jij niet per se uit politieke overwegingen, maar gewoon uit persoonlijke overwegingen een keuze wil maken, dat je dan in een soort, je wordt echt lam geslagen, want jouw keuze is per definitie politiek. Dus ja, dan moet je heel erg gaan zoeken wat ik dus moest doen van hoe maak je toch je eigen keuze zonder dat het meteen een politiek statement wordt, of zonder dat ik meteen voor een soort politiek karretje word gespand. Is dat gelukt? Ja, uiteindelijk wel, maar het duurde dus wel 2 jaar. Ja. Sonny, sluit dat aan bij waar je eigenlijk net mee begon, met het platgeslagen debat wat we voeren over hoe we kijken naar mensen die een hoofddoek dragen, hoe we kijken naar de positie van de islam.